een hele goede morgen. Ik ben echt net wakker. Het is nu 9:00 en Thomas is met zijn moeder naar de dierenarts. Met de hond van de moeder van Thomas. En ik dacht, we gaan vandaag gewoon weer vloggen. We gaan straks naar Amsterdam voor een gesprek. En ik dacht, ik ga even filmen. Ik heb altijd, als ik moet gapen, ik gaap heel verkeerd of zo. Ik weet het niet, maar dan moet ik daarna ook altijd een boer laten. In ieder geval, ik ga even douchen. En volgens mij is het echt super lekker weer buiten. Nou, we zijn nu op weg naar Darcy's oma. Niet naar jouw oma, dat zou gek zijn. Haha, dat zijn wel heel veel oma's die we moeten bezoeken. Wat gaan we daar doen? Dingen ophalen. En voor de rest niks. En daarna gaan we naar Amsterdam. Ja. Want we hebben een zakelijke afspraak. Ah, ik ben mijn nagels aan het lakken. Maar de auto wiebelt zo. Ja, dat is ook niet echt, een auto is ook niet echt geschikt daarvoor. Maar ineens is het lekker weer en ik vind het lelijk om met een lelijke teennagels rond te lopen. Weet je wat ik vind? Wat vind jij? Ik vind het vervelend om een vraag te stellen in de vlog. Hoezo? Omdat dan dat alleen je geen antwoord krijgt. Ja. Nee. Iedereen reageert alleen maar op die vraag. Dat vind ik irritant. Oh, dus moeten we geen vraag meer doen in de vlog? Nee. Zullen we het even aan de kijkers vragen anders? Vinden jullie kijkersvraag leuk of niet? Moeten we een kijkersvraag doen of niet? Dat is de kijkersvraag. Ik vind van niet. Ja, tenzij er dus echt een vraag is die je wil stellen aan de kijkers. Ja, tuurlijk, maar die heb ik niet. Soms wel. Soms wel. Maar dan maak ik er wel een eigen vlogje over. Ja, oké. Okay. Nou, dan doen we geen kijkersvraag, want ik vind het toch ook moeilijk om dat eten te verzinnen. Nou, waarom doe je het dan? Ja, weet ik ook niet. Ik doe even het raam open hoor. Ja, dan vliegt de camera er dadelijk uit. Wel, nee, zo niet. Ik moet een baan. Ja, Darcy heeft een baan nodig. Als jij een baan hebt, geef een baan. Stil blijven staan, dan kan ik al mijn nagels lakken. Ja, ik heb er niet zoveel controle over. Nee. Ja! Het is vooral de zou ik mijn voeten nu uit het raam hangen? Nee. Dan droogt het, kijk. Wat is dat nou weer? Straks vliegt de camera het raam uit. Dan droogt het sneller. Alleen jij kan dit soort dingen verzinnen. Zo, we zijn net klaar hè. Wat is dat? Nee, dat geluid. Iets wat in de auto ligt. Wat hebben we net gedaan? Zeg ja, een zakelijke afspraak. Wat wij hebben gedaan. We hadden een zakelijke afspraak. Het klinkt zo serieus, alles, zakelijk. Alles wat er besproken is bij de zakelijke afspraak is vertrouwelijke informatie. Wat gaan we nu doen? Weet ik niet. Zullen we naar het strand? Ik wil heel graag naar het strand. We kunnen best even naar het strand. Ja? Tuurlijk. Ik vind het niet eerlijk, hè? Wat niet? Er zijn zoveel mensen zonder werk, geen school, geen geld, maar ze krijgen geen uitkering. Maar wel rekeningen, waarvan een kale kip kan je gewoon niet plukken. Nee, maar wat nou als je zo'n rekening krijgt en je zegt, ja jongens, ik kan het gewoon niet betalen, ik heb geen geld, ik heb ook geen spullen. Wat willen jullie nou eigenlijk? Ik heb geen baan. Als jullie mij een baan geven, dan heb ik zo het geld voor jullie. Werk, kan dat? Zal ik dat doen? Ik zou het gewoon doen. Zal ik ze gewoon opbellen en zeggen, jongens... Als ik jou was, zou ik het gewoon doen. Ja? Zeg gewoon, ja jongens. Ja, maar je partner telt ook mee, hè? Dus wat jij verdient... Ja, maar wij zijn niet getrouwd. Ja, maar nu, het telt wel. Nou, vind ik niet. Ik wil zo graag een ouderwetse auto. Al die nieuwe dingen hoef ik niet, man. Ik wil gewoon een hippie zijn met een ouderwetse auto en een hoofdbandje en een rokarm. En een beetje gitaar spelen, een beetje fluit de hele dag. En al die muisjes en diertjes die achter me aanlopen door de stad. En vlindertjes om me heen, dat wil ik. Ik word een hippie. Het klinkt goed. Ik word een hippie. Moet je wel je gedachtengang ook omzetten. Ik ben al een hippie. Ik wil heel graag naar buitenland, dreadlock zetten, broek aan doen en gewoon hippie zijn hoor. Je mag nooit meer oordelen over mensen dan hoor. Hippies oordelen niet over mensen. Tuurlijk wel, ze hebben ook gewoon een eigen mening. Nee. Echt wel? Ja, ze hebben wel een eigen mening. Zijn er bepaalde regels om hippie te mogen zijn dan? Nee, maar je kan geen rechtse hippie zijn. Ik ben ook niet heel rechts. Dat zeg ik ook niet. Ik wil gewoon een rugzakje met mijn spulletjes die ik nodig heb. En een lange rok en een topje, zo tot hier. En een hoofdbandje. Het staat je wel. En mooie sowieso. Krullen. In plaats van dreadlocks. Mooie krullen is beter. Ja, ik ook. Dreadlocks vind ik... Vies! Ja, het wordt zo snel vies, ja. Laatst zaten Jade en ik te chillen in Delfshout. En Rasta, dat is een vriend van Jade, die kwam met ons chillen. En hij liet zijn dreadlocks zien en ik dacht, hè, wat zit er toch voor groens in zijn haar? Dus ik ging zo kijken, zat er een hele groene plek in zijn dreadlock. Gewoon schimmel of zo. Ik heb zelf ook dreadlocks gehad hoor.
Voordat iedereen gaat zeggen. Ik wilde het eerst. Ja, ik wil alles gewoon een keer gedaan hebben met mijn haar. Ik heb een hanenkam gehad. Ik heb. Doe van die kleine stompjes nu als dreadlock. Ja, maar dat, ik wilde het sowieso niet lang. Ik wilde sowieso geen lange dreadlocks. Oh. Ik wilde het een beetje zoals Otto van Rocket Power. Nee, doe maar niet er. Ja, dat zou ik nu niet meer doen hoor. Maar wat ik nog wel zou willen is een hanenkam weer. Ja, mag niet van jou. Geen lange hanenkam, gewoon een bescheiden hanenkam zou komen. Vind ik cool. Jongens, zeg eens eerlijk. Een hanenkam zou hem gewoon niet staan, toch? Staat gewoon niet. De zijkanten kaal en dan hier niet. Nee, niet gewoon heel gemillimeter, zeg maar. Kijk, als je nou een hele bolle kop had, maar dat heb je niet. We waren net op weg naar het strand. We waren net op weg naar het strand. Ik wacht. Dit is echt de laatste keer dat ik het zeg. Ja. We waren echt net op weg naar het strand. Maar toen vergat ik de zonnebrand. Dat rijmt. En het is ook nog eens waar. Alles wat rijmt is waar. Dus we gaan nu even weer de zonnebrand halen. En de auto staat gelukkig hier. Dus die pakken we. Het is druk met auto's. Hallo. Het is heel druk met auto's. Wat doen iedereen jullie allemaal in de auto? Ja, iedereen wil toch naar het strand? Oké, nu op weg naar het strand dan. Echt nu. We zijn nu op het strand aan het chillen. Net even gewandeld vanaf de pier daar zo. Nou gaan we hier even zitten. Even genieten van het zonnetje. Waar ik helemaal niet zo van geniet. Als ginger verbrandende. Als ginger persoonachtige. Dat is een term. Zoek maar op. Ik verbrand heel snel, dus ik hou niet zo van de zon en alles wat ermee te maken heeft. Hij moet gewoon van zonnebanken. Ik moet gewoon eigenlijk gewoon onder de zonnebank.